Oh, dank u wel, hoor. Geweldig gezellig. Geweldig gezellig. Even zitten, wacht even, hoor. Even goed gaan zitten. Als duvel ik naar beneden, hoor. Zo. Gezellig. Voor onze eigen crew, hè. En weer thuis, hè. Dag, meneer. Dag, meneer. Dag, je wagen. Oh, daar zit er nog één. Dag, meneer. Oh, verrek, nou zie ik het pas. Het zijn leken. Ik dacht dat het ook ha-ha heren waren. Ik wou even de gitaar stemmen. Geef u me eens even de A van Antonius. En geef u me de B maar van Benedictus. Nou, met Antonius en Benedictus zal het wel gaan vanavond. Dames en heren, voor zover u het nog niet wist, ik ben Frater Venantius het Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan hij nog schijnt het in Schimmert een brullende broeder. En in Herkenraad een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd in zusteren, twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwaart. Verschoning dus, maar het was me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en die de mensen iets meegeven voor hun ongelukken, hun schamelheid en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ik zing alleen geen wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 85 jaar, hè? Nou ja, de 10 overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hek uit de recreatiezaal. Wil je nog een puul, zeggen ze Schin op Geul. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je armen en je glorie en je hey. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zeker het leven nog niet. Zeg, als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. We zitten nou toch zo gezellig ecumenisch om. Laatste spreuk al van de ecumenische beweging. Samen naar de kerk, ja gezellig. Er nog één, zeggen ze in Geleen. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, met je armen en je glorie en je geestje kleuren. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zeg je het leven nog niet. Ik moet u eens even iets vertellen over mijn stamcafeetje. Ik kom vanmorgen voor bij mijn stamcafeetje. Ik denk, ga eens even een kopje koffie halen. Ja, het was tenslotte nog bezochend, hè? Ik sta aan de tonenbank, kom er een chauffeur op me af en die chauffeur die zegt tegen mij, frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee chauffeur, als je die gezien hebt, zijn speelgoeddingetjes. Of dan zijn ze van sukkela geweest. Toen zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, ja chauffeur, die bestaan, maar het zijn jonkies. Dan zegt die frater, we staan al zulke grote penguins. Ik zeg, nee chauffeur. Hij zegt, echt niet. Ik zeg, absoluut niet. Toen zegt hij, verdulle me frater, ik toch twee nonnen overreden. Ik zeg, ja tegen het leven, want je armen en je groeien en je been. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, dan zijn je het leven of niet. Zeg, nou u toch lach, kom. Mijn kerstmis. Dat was het koud, mijn kerstmis, hè. Oh jong, wat was het koud met kerstmis? Ik weet nog goed, ik ben mijn eigen dag verdellen, maar Venantius, wat is het koud met kerstmis? Ik wil mijn stamcafeetje binnengaan om een klein hartverwarmertje te kopen. Wat denk u dat ik voor de deur zie zitten? Een nonnetje. Ik zeg, zuster, wat doe jij daar? Ze zegt, frater, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, mens, je mag wel eens voor je eigen ophalen. Dan zie je eruit, je hebt een hele rode neus, je ziet blauw van de kou. Ga gewoon mee naar binnen. Ik zeg, ze frater, een non in een café. Ik zeg, jazeker, een non in een café. Ze zegt, dat doe ik niet. Ik zeg, je doet het wel, je gaat naar binnen, vooruit. Zegt ze, nou, vooruit dan maar dan wel graag in een donker hoekje, hoor. Enfin, we zitten in een hoekje. Ik zeg, en je gaat ook iets, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Zegt ze, frater, een non jenever. Ik zeg, jazeker, en een koude non een dubbele jenever, vooruit. Zegt ze, nou, je maar weet, ik kan niet doen, jenever. Ik zeg, je neemt een dubbele jenever, schiet op. Zegt ze, nou, vooruit dan maar dan wel graag in een kopje, hoor. Enfin, er komen over. Ik zeg, er komen over.
Ik zeg, ober, voor mij een vermoedje en dan een dubbele jenever en een kappie. En die ober die roept naar het buffet, één vermoed en een dubbele jenever en een kappie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte nonder nou weer? Ziet de lelies lustig dromen, ziet hoe het dartelbijtje doet. Ziet de maan schijnt door de bomen, schittert in de zonnegloed. Moeder de kat heb jongen gekregen, o als eieren zo groot. Bij de muur van het oude kerkhof schoon zijn vader het hem verbod. Ik heb nog op een hele goeie, kom. Die heb ik bij de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste, hè? Een kapelaan moest voor de eer spreken. Hij zegt tegen de pastoor, meneer pastoor, ik moet voor de eer spreken. Ik ben zo zenuwachtig. Oeh, toch, wat ben ik zenuwachtig. Maar fijn om een lang verhaal kort te maken. De pastoor zegt, jongen, weet je wat we doen zullen? We zullen een klein flesje kajak in de preekstoel zetten. Af en toe maar eens een slokje genomen, dan zal het wel gaan. Enfin, de preek is een succes. Een succes. Een succesvoel. Niemand hoes. Niemand hoes. Enfin, de kapelaan zegt tegen de pastoor, hoe was het, meneer pastoor? Dan zegt de pastoor, heel goed, kapelaan. Zet de kapelaan niks op aan te merken, zegt de pastoor, ja, misschien een kleinigheidje, maar dat zal de invloed van de kajak wel geweest zijn. Luister eens, jongen. Kain heb Abel wel doodgeslagen, maar hem niet voor zijn kont geschopt, hoor. Ja, tegen het leven, ja, op een klein perronnetje staan naast mekaar een kardinaal. Een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. En naast hem staat een generaal ook in vol ornaat. En die twee die hebben een beetje de pes in mekaar. Nou ja, daar komt onder dat volk ook voor. Hè? De kardinaal die denkt, ik ga de generaal eens even een poets baken. Hè? En de kardinaal die bekijkt de generaal van onder tot boven en hij zegt tegen hem, kan u mij misschien ook zeggen hoe laat de volgende trein naar Den Haag gaat, conducteur? Toen zegt de generaal tegen de kardinaal, die gaat om 4 uur, maar in uw positie zou ik niet reizen, mevrouw. Nog één op de valreep, kom. Ja, want ik word om 11 uur afgehaald door zuster Nazarena op de brommer. Ik zit achterop. Nou, met mooi weer is het wel fijn hoor, maar als het regent, al die natte flaren van die non in je gezicht. Van de week op een avond loop ik in Amsterdam in het Vondelpark. Kom ik een non tegen. Ik denk, hé, een non in het Vondelpark. Een eindje verder weer een non. 2 eindjes verder 3 nonnen. Ik denk, verrek, er zit hier een heel nest. Een van die nonnen die komt voor mij een lantaarnpaal waar een meisje tegenaan staat. En in dat meisje herkent ze een vroeger leerlingetje van haar. En de non zegt tegen het meisje tegen de lantaarnpaal, hé, Marietje, jij ook in het Vondelpark? Wat is er toch van jou geworden? Toen zegt Marietje, ik zuster, ik ben prostituee. Toen zegt de non, wat zeg je, kind? Ze zegt, zuster, ik ben prostituee. Toen zegt de non, kind, wat liet je me schrikken? Ik dacht dat je zei protestant. Ja,